Helemaal leuk dat je weer kijkt. Dit is de nationale beatwedstrijd van Bit72, week 32. Van week 32 heb ik het vierde spel gekozen, welke ik met Bob heb geboden. Nou, laten we gewoon de bieding eens doornemen. Bob opent één schoppen. Hij heeft 11 punten. En met twee aans en een koning zal Bob altijd één schoppen openen. Ik bied twee harten. Dat is March Forcing. Met een vijfkaart of meer in harten. Ik heb drie schoppers mee, maar die hoef ik nog niet te laten horen. Bob biedt twee schoppen, wat eigenlijk alleen maar betekent partner. Ik heb een niks over. En bied jij nog eens wat je aan wil geven. Ik bied drie schoppen. Daarmee zeg ik heb schoppensteun. En ik ben nog onbeperkt qua kracht. En dat is even belangrijk in de biedverloop. Want hier biedt Bob drie sansen toe. Dat is bij ons een non-serious slam invite. Ziet er gek uit, want je zegt hij heeft maar 11 punten. Hoe kun je dan slam inviterend zijn? Nou, hij heeft eigenlijk maar twee opties. De twee opties die hij heeft is drie sans bieden. Ofwel een Q bieden. En voor een Q is hij natuurlijk duidelijk te slecht. En daarom biedt hij zijn drie sans aan om mij de bieding verder in te laten vullen. En ik wijs af met vier schoppen. Natuurlijk kun je zeggen, met zijn hand kun je ook nog vier schoppen bieden. Dat is zo. Dan zou hij echt een super slechte kaart aangeven. Maar daarmee wordt er zoveel biedruimte ontnomen, dat je eigenlijk bijna nooit de vier schoppen zult bieden, omdat je partner nog onbegrensd is qua kracht. Bij deze. Hier zie je de resultaten. De meeste mensen zaten, net als wij, in vier schoppen. Paar in drie. Daar zal het zo zijn dat het misschien best niet geopend heeft. En nog een aantal in drie sans. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Dit was de Nationale Biedwedstrijd. Wij gaan de handen natuurlijk ook weer bieden. En ik wens jullie veel plezier met het bieden van de handen van deze week. Mocht je er nog vragen over hebben. Of mocht je een speciale hand besproken willen hebben. Stuur gewoon een mailtje naar info@drijfbridge.com. En dan zal ik al jullie vragen beantwoorden. Fijne biedweek, de groetjes.